Hens Keukeleire, allereerst, hoe is het met je? Ja, goed. Klein beetje rust genomen na het beste kampioenschap. En nu heb ik een goed trainingsblok achter de rug en hier nu in Polen weer starten. Het is voorlopig mooi weer. Laten we hopen dat het zo gaat blijven deze week. Maar ook ben klaar om terug in competitie te gaan. Ja, want de eerste helft van het seizoen ben je een paar keer heb je een ronde moeten overslaan. Dan heb je wat mountainbike wedstrijden moeten rijden. Hoe is dat geweest? Ja, het was plezant. Het was eigenlijk een beetje onverwachts. Dat ik een paar wedstrijden toch niet in de selectie zat. En was een mooie afwisseling om toch wat de competitieritme te blijven behouden. Ja. Je hebt ook al aangegeven dat je gesproken hebt met de ploeg over volgend jaar. Hoe staat het daarmee? Ja, we zijn daar nog mee bezig. Ik heb het geluk gehad dat ik de eerste jaren in mijn carrière in mei of juni altijd al zekerheid had voor het jaar erop. En de laatste paar keer is er nu nog niet het geval geweest, maar ja, goed, we zijn er nog mee bezig. Is dat nog raar om die zekerheid niet te hebben? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het een beetje normaal is. Ik maak me er alleszins niet. Ik probeer me er niet te veel druk in te maken. Maar durf je al te denken, eventueel aan einde carrière of wil je doorgaan? Heb je dat al besloten? Ja, sowieso was ik me vorig jaar ervan bewust dat eventueel mijn laatste jaar van mijn carrière kon zijn. Ik ben er nog niet helemaal uit. Dus ja, we zijn er nu mee bezig. Ja, gesprekken lopen en dat is nog even zo. En 1 augustus nadert ook, hè? Dus ja. Daar gaan we ook mensen naar vragen. Ja, inderdaad. Okay. Succes, dankjewel.